daar zie ik mezelf al lopen in mijn mantelpakje. Dat was echt de hel gewoon. En ineens kwam in mijn hoofd van nachtclubs. Met de Urban Gym Group willen we een soort van moederbedrijf worden waar heel veel toffe labels onder vallen. Van jurist op de Zuidas naar ondernemer in de fitnesswereld. In deze aflevering van 7DTV het ondernemersverhaal van June Sier. Ja, June, van harte welkom. Dank je. Ja, ik las het op een aantal plekken. Vroeger wilde ik altijd een deftig dametje worden. Of dolfijnentemmer. Ik vond hem, ja. Ik denk, daar moet ik mee openen. Ja. Want dolfijnentemmer, dat lijkt mij zo tof. Dat is nogal wat. Ja, maar dat lijkt me echt, dat lijkt me zo leuk. Ja, ik heb ooit namelijk een dolfijnentemmer geïnterviewd. Oh, echt? Ja, serieus. Oh, die bestaat echt? Ja, die bestaan echt. Oh, fantastisch. En toen was ik in sluitingstijd in Harderwijk, in Dolfinarium. En die kon dan ook echt, die tikte dan op een raampje. En dan kwamen ze allemaal, die kenden hem ook en zo, weet je wel. Dat is echt een super tof vak. Ja, ik was echt helemaal fan van dolfijnen vroeger. Ja. En toen, ik ging dus heel vaak met mijn opa en oma inderdaad naar het Dolfinarium. En toen werd het op een gegeven moment dolfijnentemmer. Ook niet dolfijnentrainer, maar dolfijnentemmer. Waarschijnlijk, ik wist toen niet eens wat het woord temmer betekende. Maar ja. Nou ja, klopt. Dat was eigenlijk mijn ambitie. Ja, of een deftig dametje. Deftig dametje met een hondje, ja. Ja, dat hondje, dat is er nooit echt van gekomen. Maar, waar kwamen die twee dingen vandaan dan? Goh, ja, dat is meer een soort van, ik denk, fantasieën die je hebt als je een klein meisje bent. Ja. We gaan het hebben over met name de fitnesswereld waar je nu waanzinnig aan het ondernemen bent. Ja. Maar toch even naar dat brug, want het valt her en der al wel te lezen, maar ik vond niet zo snel een video-interview van je. Dus tof dat je er bent, sowieso. Ja, maar je bent begonnen op de Zuidas, toch? Ja. Ja, nou begonnen. Ik werkte tijdens mijn rechtenstudie werkte ik op een advocatenkantoor al. Daar deed ik voornamelijk echtscheidingen. Ja, moet je ook maar willen. Ja. En groeimarkt. Ja, dat wel. Ja, het is fantastisch. Echt 1/3 was het toen. Ja, die ging scheiden. Meer, ik weet dus, ik denk inderdaad, wordt alleen maar meer. Echtscheidingen. En toen was ik klaar met mijn studie. En ik heb mijn master gedaan. Privaatrecht, maar gespecialiseerd in intellectueel eigendom. Want ik dacht, weet je dan. Ik dacht altijd, ik wil advocaat worden. Maar toen werkte ik tijdens mijn studie op een advocatenkantoor. En toen zag ik hoe het er eigenlijk in de praktijk aan toe gaat. En dat is gewoon heel veel lezen, onderzoeken, op je kantoor zitten. En ik wilde gewoon naar de rechtbank en pleiten. Eerst zo'n film. Ja, Legally Blonde heb je. Dat ik weet niet, ja, waarschijnlijk heb je die ooit wel eens gezien. Ja. En toen dacht ik, ja, dat wil ik worden. Dus daar kwam eigenlijk een beetje die ambitie vandaan. En ik leerde gewoon heel makkelijk. Dus ik heb mijn gymnasium afgemaakt en ik ging eigenlijk rechten doen, maar ik dacht, ja, ik ga maar naar de universiteit. En wat doe je dan? Dan was het echt communicatie of rechten. Ja. En toen zeiden ze, met zo'n open dag, zeiden ze, nou, de helft van de rechtenstudenten haalt het eerste jaar niet. En toen dacht ik, nou, dat vind ik een leuke challenge, dan doe ik wel rechten. Nou, Legally Blond daarbij. En ik dacht, nou, ik word advocaat en dit wordt het helemaal. En ja, toen in de praktijk zag ik dat het helemaal niet, dat het pleiten misschien 2 keer in de week was, max. Mm. En dat het voornamelijk op kantoor zat. Helemaal niet voor een junior die net begon waarschijnlijk. Nee joh, nee. En ook het salaris viel me ook erg tegen. Advocaat stagiair, ja, daar word je ook heel blij van. Dus dacht ik, nou, dan ga ik dat niet doen. En ik vond ook, ja, ik vond het allemaal een beetje zaai, zeg maar vaak. De juristen, waar ik dan zeg maar mee omringd was. Mm-hmm. Dus ik dacht, dan doe ik intellectueel eigendom, want dan kan ik meer die creatieve kant op. Dus toen ben ik ook bij een platenmaatschappij uiteindelijk, na mijn Zuidas carrière, maar dat is weer een stap verder. Mm-hmm. Maar intellectueel eigendom. En toen was ik klaar met mijn rechtenstudie. En toen ben ik inderdaad op de Zuidas, dus in het WTC, gaan werken als legal counsel. In het WTC ook. Ja, en dat was heel grappig, want ik ging altijd naar de VU met de tram. Mm-hmm. En dan kwam ik langs het WTC en dan dacht ik, nou, daar zie ik mezelf wel lopen in mijn mantelpakje. En uiteindelijk heb ik dat gedaan voor 8 maanden. Dat was echt de hel gewoon. Ik vond het echt vreselijk. Is het dan echt, het kan toch niet alleen die mooie films en series zijn waardoor die ambitie wordt aangewakkerd, hè? Nou, maar ik denk een soort van status, ja, toch? Ja, een soort statussymbool. En als je er eenmaal rondloopt in je mantelpakje, dan pas zie je echt in van, weet je, het gaat zo erg daarom interne profilering. En mensen die gewoon zeg maar 2 jassen meenemen om er 1 te laten hangen, omdat dan iedereen nog denkt dat je op kantoor bent. Maar nee echt dit soort dingen. Echt dit soort dingen. The road to burnout. Ja, zeg maar. En nou precies, weet je. En ik had ook altijd wel het idee daar dat ik heel erg een masker op had. Ja, en dat is gewoon, dat staat zo ver van mij af. Mm. En
Ja, dus op een gegeven moment dacht ik, nou, dit is het echt niet voor mij. En eigenlijk wilde ik alleen maar op dat moment gewoon vrijheid. Want ik ging toen altijd met mijn scooter naar de Zuidas. En ik dacht echt, op iedere hoek dacht ik, ik ga nu omdraaien. Ik maak nu een linksomkeert. Maar toch, ik ben altijd echt wel een streber geweest, een doorzetter. Dus ja, dat is dan ook weer niet the way to go voor mij. Nou, toch volgehouden op een gegeven moment. Weet ik nog dat ik op een zondag zo heel dramatische scène zat. Ik in de auto, in de regen, het regen heel hard. En ik dacht, ik moet morgen weer naar werk. En ik wilde gewoon niet, zeg maar, alles in me schreeuwde van, kap ermee. Ik dacht, nou, ik ben echt mezelf voor de gek aan het houden. Ik ga dit gewoon niet meer doen. Want het is ook niet dat ik het morgen wel leuk ga vinden. Het is gewoon niet voor mij. En ik wilde gewoon vrijheid. Ik wilde mijn eigen tijd kunnen indelen. En het klinkt een beetje cliché, want dat is wat iedereen tegenwoordig wil, heb ik het idee. Al die jonge mensen willen of ondernemer worden of influencer. En toen ben ik die maandag naar kantoor gegaan en toen heb ik gelijk mijn manager toen erbij geroepen. En ik zei, ja, dit is het gewoon echt niet. Ik neem ontslag. En zij was eigenlijk best wel heel erg verbaasd. En toen was er zo'n last van mijn schouder. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, heel leuk. Maar ik had helemaal niet gespaard of zo. Dus ik dacht, ik moet wel ergens dan gaan bedenken wat ik ga doen. En je woont in Amsterdam? Ja, ik woon in Amsterdam. Dat ook nog was inderdaad, is niet goedkoop. Nee. Ja, maar weet je, ik heb altijd, en dat probeer ik altijd mee te geven aan jongere mensen. En ik zie mezelf helemaal niet als rolmodel of als coach of whatever. Maar ik heb wel altijd echt het vertrouwen gehad in mezelf dat het altijd goed komt. Ik dop mijn eigen boontjes wel. Ik heb echt niemand nodig financieel. En ik weet dat ik creatief en intelligent genoeg ben om of een andere baan aan te nemen. Ik heb natuurlijk ook mijn rechtenpapiertje. Dus misschien helpt dat ook mee. Het is natuurlijk wel een, het is wel een pre. Het is wel fijn om dat te weten. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, wat wil ik dan? En ik was veel aan het trainen op dat moment. Gewoon krachttraining en groepslesjes aan het doen. En eigenlijk deed ik dat al jaren. En ik deed het dus ook bij Train More. Heel grappig. Dus ik trainde daar zelf al. Onderdeel van de Urban Gym Group. Onderdeel van de Urban Gym Group, waar ja, nu Booty Club ook ja, onderdeel van is. En nou, toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon, ik ga mijn personal training certificaat wel halen. Online. Want ik dacht, ja, zo moeilijk kan het toch niet zijn. Ik kan echt wel iemand één op één trainen. En toen ben ik begonnen nog bij twee andere jongens die hadden een bedrijf. Die deden vooral bootcamps in het Vondelpark. Mm-hmm. Dus ik ben daar begonnen. Dus je moet je even voorstellen. Ik ging echt van een goede baan met mijn hoge hakken en mijn mantelpakje. Wat ik zeg maar had gevisualiseerd. Ging ik naar in gevoelstemperatuur -10 in het Vondelpark mensen trainen. En ik had op het begin ook nog heel erg die behoefte om dan tegen mensen te vertellen die dan meededen met de les van ja, maar ik ben eigenlijk dit, zeg maar. Ik ben niet alleen. Ja, heel erg. Maar dat zat er zo erg omdat in bij mij. Omdat het qua status was je een soort van gekelderd of zo, qua status, ja, erg, van wat je, hè, deed. Terwijl je echt niet zo wil denken, maar dat gebeurde wel. Je ging jezelf excuseren. Ja. Eigenlijk ben ik jurist. Precies, ja. Dan toch proberen dat een beetje zo in te fietsen. Van ja, nee, maar ik heb ook recht gestuurd. Dus van, ja, maar iemand je ook eigenlijk gast, boeit mij niet. Je moet me trainen. Ja, jezus, ja. Laat me gewoon die burpees doen, dan kan ik weer naar huis. Ja. Maar nee, dus ik ging echt van dat. En dat was ook nog, ben nog 2 maanden gebleven, volgens mij, bij het bedrijf. Ja. En tegelijkertijd dacht ik, ja, ik moet wel starten met iets. Dus ik ben een online personal training certificaat genoemd. Nooit afgemaakt trouwens. En ik ging bootcamps geven. En toen heb ik ook nog, terwijl ik dus die periode aan het afmaken was bij dat bedrijf, heb ik mezelf bij Train More, dat is heel ironisch, naar binnen gebluft als personal trainer. Ik was helemaal geen personal trainer, maar ik dacht, ja, is het toch een vrij beroep, ja. Of shit, het is een vrij beroep, maar heel veel, kijk, heel veel gyms vragen wel in ieder geval een bepaalde opleiding. Toen ben ik dat genoemd. Toen ben ik tegelijkertijd nog part-time gewerkt bij een platenmaatschappij als legal counsel. Dat vond ik heel leuk. Daar heb ik de marketing manager van Booty Club ontmoet. Mm-hmm. Eigenlijk de creative die de branding en concepting doet, die heb ik daar leren kennen. Die deed daar ook de marketing. En dat vond ik waanzinnig. En tegelijkertijd was ik bootycamps gaan geven in alle parken in Amsterdam. Dus dat sloeg werkelijk nergens op. Dan ging ik dus met mijn scooter, met allemaal matjes tussen mijn benen en enkelgewichten in mijn buddy, ging ik op dezelfde ochtend, ging ik van het Vondelpark naar het Savati Park naar het Oosterpark. Terwijl, ja, het is totaal niet praktisch. Maar ik dacht, dan pak ik in ieder geval soort van iedere hoek van Amsterdam mee. Nou, dus dat ging ik doen. Dus ik zat dan echt zo op mijn scooter door Amsterdam met roze matjes. En ja, het is echt te grappig als ik daar nu terugkijk. En ja, mijn moeder heeft ook uiteindelijk, die heeft me altijd echt wel gesupport. Want ze weet ook dat ik
dat ik echt wel de discipline heb, weet je wel, om door te zetten. En dat ik niet zomaar de stekker uit mijn baan trek en dan denk van, nou ja, ik weet het allemaal niet. Maar die zei wel, ja, op een gegeven moment stond je daar op een zondag in het Vondelpark mensen les te geven. Die dacht echt, wat ben je aan het doen? Ze heeft het me nooit gezegd toen, maar ze dacht gewoon echt achteraf, zegt ze van, ja, ik kon het echt even niet plaatsen. Maar je dochter heeft rechten gestudeerd. En het is helemaal nog die generatie. Is wel echt helemaal nog van, wauw, weet je wel. En mijn opa's en oma's, die snappen tot op de dag van vandaag. Ze had zo'n mooie carrière kunnen maken. Ja. Nou, dus, maar jij vond je het vanaf het eerste moment wel al meteen tof? Ja. Ja, die groepslessen vooral. Vond ik echt heel leuk. Gewoon meerdere mensen motiveren die energie erin kwijt kunnen. En toen ik dat voor mezelf ging doen helemaal, ik had nog niet eens een website, maar toen ben ik met een fitnessplatform gaan zitten. Je hebt nu twee hele grote in Nederland. Mm-hmm. Dat is OneFit en ClassPass. Ja. Ik ben er met één gaan zitten en ik heb gezegd, nou, ik heb geen website, maar dit is de lessen die ik doe. Hartstikke leuk. Die moeten jullie zeker aanbieden op je platform. Had je toen al Booty Club als naam? Nee, dat was Booty Camp. Echt meest, nou ja, afgrijzelijke naam, als je me vraagt nu. Wat? Weet je, nu, ja, omdat het ligt er zo dik bovenop. Booty Club nog steeds, maar dat hebben we ook zeg maar gerebrand. Op met een gegeven moment BTI, je, met de, zeg maar de BTY CLB. En het was eigenlijk de bedoeling ook dat je het zo uit ging spreken, maar dat doet natuurlijk niemand. maar wat is het verkeerde? Te plat? Heel plat, ja. Ja, ik vind het wel heel plat. En Booty Camp. Ja, ik bedoel, je doet een leuk soort van aftreksel van bootcamp, maar het is zo, zeg maar stap 1 in het creatieve proces. Dat maakt dag nou bootcamp prima. En het werkte, dus ik kreeg heel veel meiden die gewoon iedere keer weer terugkwamen. En op een gegeven moment liep een beetje einde zomer, herfst. Toen dacht ik, ja, nou moet ik weer in al die parken gaan staan. Daar heb ik gewoon echt geen zin in. Maar ik had geen geld om echt een ruimte te gaan huren. Nee. Dat was geen optie. Had misschien wel een optie geweest toen, maar dat risico vond ik te groot. En toen kwam ik eigenlijk, ik reed in de auto naar mijn opa en oma, zo heel random. En ineens kwam in mijn hoofd van, nachtclubs. Die clubs, die zijn er. Die worden op maandag, dinsdag, woensdag, zijn de meest populaire dagen en tijden om te trainen, worden die niet gebruikt. Je hebt de muziekinstallatie. Je kan een lichtshow doen. Of, nou ja, niet iedere club heeft echt een lichtshow. Maar je hebt licht wat je kan gebruiken. En het staat leeg. Enige hygiëne. Dat is natuurlijk wel echt een dingetje. Dus toen ben ik met de Jimmy Who, wat echt een paar jaar daarvoor is het echt mijn tweede huis. En in mijn wilde periode. Dus ik ben met die managers gaan zitten en ik heb mijn idee voorgelegd. En ik wist dat zij, kijk, iedere nachtclub wil heel graag vrouwen binnen hebben tijdens een clubavonden. En ik dacht, ja, als ik het nou zo breng dat ik ook met gastenlijst ga werken. Dus de meiden die bij de lessen komen, die kunnen ook op een iPadje hun e-mailadres achterlaten en hun naam. Dan staan ze op de gastenlijst voor het weekend. Hoe meer vrouwen, hoe meer mannen dat ook weer trekt. En je binnen 1 en 1 is 2. Dus ik ben dat gaan pitchen. En zij hadden zoiets van, nou prima, ga maar proberen. Dus ik heb een promovideo opgenomen. Iedereen opgetrommeld. We lagen letterlijk nog gewoon in de alcoholplekken. Want ik dweilde helemaal verder. Zeg maar, ik liet de schoonmaak bij de club. Nou, dat heb ik nu wel geleerd. Dat moet je nooit. Zeg maar, het staat zo haaks op elkaar wat je doet. Een nachtclub of een workout. Dus wij lagen echt nog in die plakaten. ja, echt heel erg. En dan dacht ik ook, ja, ik ga niet 25 matjes meenemen. Dat gaat niet om een scooter. Dus mensen deelden gewoon met 2 of 3 mensen 1 matje. Dus je kon zeg maar net je haar op dat matje leggen. De rest lag gewoon op de grond. Nou, promovideo opgenomen. Ik ging naar Bali. Ook weer echt zo heel random. Maar ik ging naar Bali 3 weken. En ik had het op het fitnessplatform gezet. Nogmaals, ik had toen ook, volgens mij had ik zelfs toen niet eens een website, toen het Booty Club werd. Ik deed alles via social media en dat platform. En 2 dagen voordat ik terugging naar Nederland, ging ik kijken bij de aanmeldingen. Want ik dacht, ja, dat moet langzaam opbouwen, zoiets. En er stonden echt gewoon 200 zoveel mensen per uur op de wachtlijst. En ik deed dan 3 lessen per avond. Dus ik begon echt met 9 lesjes. Dus maandag 3, dinsdag, woensdag. En mega veel mensen op de wachtlijst. Nou, dus ik wist echt niet wat me overkwam. En toen kwam ik terug, nou, die lessen gaan doen. En dat werd natuurlijk alleen maar meer en meer. Dus binnen 2 maanden had ik 2 meiden erbij aangenomen die ook les konden geven. Want ik dacht, ja, we moeten die avond in ieder geval uitbreiden. Dus we begonnen echt om 4 uur. En dan de laatste was om 9 uur. Haal me te goed, ik weet niet exact meer. Maar toen een tweede pop-up locatie erbij genomen. Dus ook een nachtclub. En ik deed dat toen dus nog overal gratis.
Dat kon toen nog. Ik kon dat nog pitchen als in... Zo van, nou, jullie superleuk. Hebben er ook je krijgt aan. Allemaal chicks over de vloer. Ja. Dit wil je. En dat hield op een gegeven moment natuurlijk op. Toen mensen een beetje doorkregen van... Oké, nou hier wordt wel... Als ik een heel snel rekensommetje doe... wordt hier best wel wat geld verdiend. Dat ging niet heel lang goed, helaas. Tweede club erbij. En toen zijn we eigenlijk uitgebreid naar... Het workout concept, dus we doen vooral zeg maar billen, maar we hebben ook een apps en booty workout concept op pop-up locaties. Dus eigenlijk locaties die niet zijn ingericht om lessen te geven. Weet je nog ongeveer wat jij dan aan, weet ik veel, maand omzet of zo deed? Of waar moet ik dan aan denken? Zo. Is dat tienduizenden? Is dat tonnen? Ik heb geen idee. Nee, dat was geen tonnen. Ik denk dat we iets op... Wat zou dat zijn? 30k per maand of ja, zo? Ja, zoiets. Maar je moet beseffen dat ik geen team had. Dus ik deed dat met trainers. Dus en dat die trainers huurde je in? Ja, dat waren ZZP'ers, ja. Nog steeds. Ja. Dus ik was heel lekker aan het verdienen. Precies, was prima. En op een gegeven moment kwam daar natuurlijk wel bij van... nou, je moet toch wel huur gaan betalen. Ja. Dat begrijp ik. Ja, dat knakt wel even het businessmodel natuurlijk. Ja. En ik wist al heel snel... Kijk, die huur is vaak in die clubs relatief duur... Want ik betaal de meeste clubs een uurprijs. Ik kan het nu al zeggen, want nu is het niet echt meer mijn main business. Een uurprijs, maar als je dat berekent, als je 12 lessen per week geeft in een club. Want je kan alleen op maandag, dinsdag en je betaalt 4k per maand huur. Mm. Dan is dat relatief natuurlijk heel veel. Ja. Dus, dan komt een eigen locatie in beeld. Nou, eigenlijk, ik dacht eigenlijk gelijk al van, ja, dit hangt niet, het succes van het concept hangt niet aan die nachtclub. Het hangt aan wat wij neerzetten. Ja. Wat voor trainers ik aanneem, hoe de workout eruit ziet. De hele echte vibe en experience die mensen krijgen, dat is het. Dus ik ben toen, heb ik met verschillende investeerders gezeten. Ik zou het samen gaan doen met een vriendin van mij die ik kende via het advocatenkantoor waar ik werkte. En wij wilden samen een eigen booteclub locatie op gaan zetten. En toen hebben wij met verschillende investeerders, zowel in de fitnessmarkt als daarbuiten gezeten. Dat heeft me ook, het zijn hele dure lessen ook geweest. Ik heb ook echt wel met hele grote partijen gezeten, mijn businessplan gedeeld. Ik heb ze een NDA laten tekenen, maar... Er kwamen de copycats. En die hebben letterlijk dat gekopieerd. En ook dan nog trainers weggehaald. En uiteindelijk. Ja, dus dat was best wel een heftige periode. En toen kwam corona. En toen lag alles stil. Ja, niemand ging meer investeren. Dus toen zijn we daar ook weer op een hele innovatieve manier mee omgegaan. We zijn heel veel live workouts gaan geven. Ja. Dat werd ook heel groot uiteindelijk. Of heel groot. Het werd relatief groot, daar verdienden we niet heel veel aan. Maar het fijne wat mij heeft gered toen, wat Booteclub heeft gered, is dat we geen vaste huur hadden. Dus al die gyms en al die boutique gyms, alles liep natuurlijk door. Ja. En bij ons niet. Ik hoefde alleen een trainer te betalen wanneer we een online workout gingen doen. Ja. En we zijn merchandise gaan doen. En we zijn eigenlijk allemaal andere dingen heb ik opgezet in die coronaperiode. Ook weer terug naar het Vondelpark of niet? Want buiten komen we wel natuurlijk. Ja, ook. Ja, je doet gewoon wat je moet doen. En waar je nog wel een beetje geld uit kan trekken natuurlijk. Zeker. En wanneer was de eerste locatie in feit? Want heb je dat uiteindelijk is toen... Want even het bruggetje naar Urban Gym Group. Ja. Zijn zij de partij geweest waarmee jij die stap hebt gezet naar eigen Zeker. Locaties? Ja. Maar vertel eens hoe dat is gegaan. Ja. Jordi Kool. Jordi Kool. Achter. Ik ken de Marjolein. Jordi en Marjolein waren natuurlijk co-CEO van Urban Gym Group uiteindelijk, nadat de vorige CEO eruit is gestapt. Marjolein heeft mij op een gegeven moment in coronatijd nog benaderd. Dat was dan, moet ik even goed zeggen, het is nu 2023 zitten, 21, eind 2020 geweest. Ja. Zeg ik dat? Midden in corona. Heel slecht. Ja, wel midden in corona. Ja. En toen zei ze, we willen met de Urban Gym Group willen we eigenlijk een soort van moederbedrijf worden... waar heel veel toffe labels onder vallen. Zullen we een keer een koffie doen? Dus ik zei, nou, prima uiteraard. Dus ik met haar zitten. En zij is gewoon zo'n enthousiaste, waanzinnige ondernemer natuurlijk. En ik had zo'n goede klik met haar gelijk. Maar ik heb trouwens tot op de dag van vandaag... nog nooit een businessplan gedeeld. Ik was gewoon heel terughoudend in informatie delen. Want ik dacht, ik vertrouw jullie allemaal voor geen meter. En je gaat straks met alles ervan door. Dus, maar goed, ik wist ook wel ergens... dat ik had echt een financiële injectie nodig. We zaten nog in corona. Ik weet ook dat ik Booteclub niet nog 10 jaar ga doen. Nee. En ik wist om te schalen en om te groeien... moet ik ergens, of de verkoop is nu... of ik ga het echt nog zelf doen... en of ik zorg dat ik er een investeerder bij haal. Want het was wel, de deal is wel...
je verkoopt je bedrijf volledig aan ons. Mm-hmm. Je krijgt aandelen in het grotere geheel. Dus ik spreid mijn risico. Die onderhandelingsperiode heeft echt 8 maanden geduurd uiteindelijk. Want dat ging, ja, weet je, het is heel erg, het is een verschil of je... Maar wat verkocht je eigenlijk? Je klantenbase? Want waar zat de waarde in van de Boutique Club? Is dat dan het IP of het, waar zit... Ja, IP, echt het concept. Mm. Ja, echt het ja, concept. En hoe belangrijk was jouw rol in die deal? Ik denk wel heel belangrijk, want ik zit natuurlijk nu ook in de directie van Urban Gym Group. Dus, ze zagen ook al potentie in jou. Ja, en dat zeggen ze natuurlijk vaker, hè, van als je... Nee, dus je denkt, als je verkeerd koopt, denkt, dan kun je denken, nou, het concept is kopieerbaar. Jij ook. In essentie. Kutfout opmerking. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Ja, 100%. En zij kennen die fitnesswereld. Ja. Dus ze kunnen ook gewoon een copycat neerzetten en zelf gaan doen. Maar je moet niet vergeten, en dat gebeurt natuurlijk nu heel vaak, hè. Ik heb heel veel copycats, maar ik loop wel 4 jaar voor. Ja. En zo'n concept neerzetten, je kan niet zomaar in een club gaan staan en daar een workoutje kan geven. Dat kan je doen, maar dat straalt totaal niet hetzelfde uit als wat wij al hadden staan. Nee. En... ja, het is echt het concept, het IP-recht natuurlijk. En klantenbase toch ook? Klantenbase, maar ik deed natuurlijk heel veel via platforms. Ja, okay. Dus dat was ook nog, zeg maar, discutabel. Ja, en ikzelf eigenlijk. 8 maanden bezig geweest? Ja, 8 maanden bezig geweest. En wat was het moment dat je tegen jezelf zei, deze deal ga ik doen? Eigenlijk vrij snel... Bij mij was het meer een vertrouwenskwestie. Mm-hmm. Omdat ik er echt al bloed, zweet en tranen in had zitten. Ik wist toen al dat het heel veel potentie had. Nog steeds is mijn doel om dit gewoon internationaal uit te breiden. Dit moet gewoon een internationaal well-known brand worden. Waarom? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is gewoon een gevoel. Omdat ik weet dat wat wij doen is zo uniek. En dat kan iedereen zeggen met een eigen concept. Maar het is, en dat is ook heel moeilijk uit te leggen. Want als je echt in een les staat, dan voel je gewoon wat er gebeurt. We werken op de beat. Er zit een lichtshow bij. Alles klopt. Dus zeg maar, je wordt geprikkeld op alle manieren. Mijn trainers zijn ook zo opgeleid dat iedereen in de les aandacht moet krijgen. Dat heb ik vanaf het begin af aan gedaan. Ik leid ze zelf niet meer op. Maar het is een bepaald gevoel wat mensen krijgen... als ze een les meedoen en helemaal ze de les uitlopen. En dat is heel moeilijk te kopiëren. Mm-hmm. Het is wel een challenge, omdat alles valt en staat met de trainer die er staat. Ja. Dus ik heb nu al, we hebben nu Rotterdam locatie in Amsterdam. Oost hebben we een eigen locatie. We doen nog 1 nachtclub. En we zijn nu bezig met de 2e locatie in Amsterdam. Om die te laten bouwen. Het is nu al met 3 locaties is het... een challenge, en helemaal 2 verschillende steden... om de trainers altijd op hetzelfde niveau te hebben. Als een format echt. Ja, ja, dat als ik ga trainen in Amsterdam of Rotterdam... moet ik hetzelfde meemaken. Exact. Ja. En daar hebben we natuurlijk allemaal... we hebben nu een framework staan. Alle trainers, voordat ze überhaupt trainer bij ons zijn... gaan ze 6 weken in een academy. Dus dat is echt wel een opleidingstraject van... even kijken, 48 uur in totaal. Mm-hmm. Ja, dus dat is gewoon een bepaald gevoel. En dat ik weet gewoon dat het gaat gebeuren. 24 studio's las ik ergens in 8 jaar. Ja. Zit je maar we staan nu op 3 in Nederland. Ja, toch? Precies. Ik moet hem een beetje bijschaven. En ik moet ook zeggen, weet je, mensen vragen altijd van... ja, maar wat wil je over 5 jaar? Kijk, nu met Boutique Club, we zijn echt nog dat speedbootje. Mm-hmm. Snap je? We kunnen nog, zeg maar, snel overal omheen. Urban Gym Group zit natuurlijk... in wel een iets andere fase, maar ook daar kunnen we nog steeds heel snel schakelen. Mm-hmm. Dus ik denk dat de kracht erin zit dat we echt een heel groot aanpassingsvermogen hebben. Dat ik ook kan schakelen. Bijvoorbeeld als wij met Urban Gym Group internationaal gaan uitrollen, kan Boutique Club daar ook in mee. Dus het ligt even heel erg aan de situatie waarin we zitten. Ik kan wel zeggen dat ik denk dat volgend jaar de eerste stappen worden gezet internationaal. Wat is er veranderd, zeg maar, toen die deal uiteindelijk gesloten was? Even los van jouw persoonlijke rol, wil ik zo meteen even weten. Maar wat is er met name, want ik ken Jordi niet goed hoor, maar ik heb hem geïnterviewd hier op 7DTV. Gedisciplineerd, gestructureerd, zeer, lijkt me niet, het is geen vrijblijvend typeje, zeg maar, om met zo'n iemand. Dus hoe is die cultuur daar? Wat veranderde er voor jou?
Ja, ik moet zeggen, daar was ik dus heel bang voor. Daarom heeft het hele proces ook heel lang geduurd. Omdat ik dacht, ik ben gaan ondernemen om vrijheid te hebben. Ja. Ik heb letterlijk in mijn contract laten opnemen dat hoe ik werk, waar ik werk, is niet aan tijd en plaats gebonden. Ik heb ze 100 keer op het hart gedrukt. Ga alsjeblieft niet tegen mij zeggen, je moet van 9 tot 5 hier op kantoor zijn. Mm-hmm. Want dan ben je me echt kwijt. Mm-hmm. Dat hebben zij zo goed begrepen. En Jordi heb je ontmoet, Marjolein niet. Maar nee. Zij hebben echt zoiets van, we geloven in jou, in wat jij kan. Dus we willen je die vleugels geven om dat te kunnen uitvoeren. We willen je de middelen bieden om dat te kunnen doen. Maar we gaan je zeker niet je vleugels afknippen of ergens daar een hoekje zetten. Want het komt niet ten goede voor Booty Club en dan ook niet ten goede voor de hele groep. Het is wel anders in de zin van, het is grappig, want 2 jaar geleden kwam ik bij Urban Gym Group als deel van de board dan ook. Ja. En we zijn in die 2 jaar zo ontzettend gegroeid. We hebben nu echt een kantoor. Op HQ zitten nu 50 man. In totaal zijn iets van 400 man personeel. En het is zeker, we hebben nu een nieuwe CEO. Neil, die komt van ook een hele grote fitnessketen uit de UK. Ja, die is extreem gestructureerd. En denkt voornamelijk heel erg in processen. En dat is voor mij heel erg een ik moet daar balans in zien te vinden. Dus ik moet echt die creativiteit nog kwijt kunnen. Maar het is niet meer zo, en dat heb ik eerder gedaan, dat ik in mei denk, oh vet, we gaan dit jaar in de zomer gaan we bootclubben op Ibiza doen. En dan ga ik eind mei daarheen met 3 meiden van mijn team. En dan denk ik oprecht dat ik het in juli kan hebben staan. Ja, zo werkt dat niet. En dat is wel goed voor mij, dat ik word wel heel erg... Er wordt al heel erg tegen me gezegd van focus, ja. Alsjeblieft. Want ik wil echt 12 dingen doen in een jaar. En dat gaat en niet. Verantwoorden, kan ik me ook voorstellen. Hè? Van Jordi is volgens mij ook, ik weet niet of hij dat nou letterlijk vertelde, dat hij ook zei van, dat er dan mensen waren die zeiden van, ja, we moeten die ruimte, die wordt toch niet zo gebruikt, dus die gaan we wel ombouwen. Dat hij dus van, hoezo meten? Weet je wel? Jordi is echt data. Ja. Data. Ik moet bij Jordi echt niet aankomen. Ik heb een leuk idee. Nou, Jor, mijn onderbuikgevoel zegt nu dat we in Den Haag moeten openen. Ja. Dan zegt hij echt, ja meid, kom maar even met een omgevingsanalyse. Ik wil gewoon een business case. En dat is natuurlijk, we laten nu de derde locatie bouwen. Daar gaat wel eerst een hele business case aan vooraf. Ja. Ja. En hoeveel lessen denk je te draaien? Wat is de gemiddelde bezettingsgraad? De omgevingsanalyse, wat voor concurrenten. Ja, eigenlijk een beetje het standaard ding. Maar dat moet ik nu wel doen. Het is niet meer van, oh, dit vind ik leuk en let's go. Maar heel leerzaam voor mij. Ja. Mijn fiscalist zei ook tijdens het verkoopproces, zei hij, ja, June, eigenlijk moet je dit zien als gewoon een hele goed betaalde MBA. Ja. Deze mensen hebben zoveel know-how en zoveel kennis. En daar kan je zoveel van leren. En dat is ook zo. Echt dag in, dag uit. Ja. Leer ik daar. Hoe belangrijk is social voor jou? Want je bent iemand die heeft een redelijk grote following. Je zegt veel over je privéleven. Ja. Je laat je gedachten die deel je. Je laat jezelf letterlijk zien ook. Je bent uitdagend op dat soort platformen. Hoe zie jij die rol? Nou, dat is wel een... Daar zit wel een moeilijkheid voor mij. Omdat ik wel struggle met hoe profileer ik mezelf. Ja. En wie ben ik? Kijk, eerst was ik de eigenaresse van Booty Club, maar ik gaf zelf nog heel veel lessen. Dus ik was eigenlijk die fit girl. Maar nu heb ik ik geef geen lessen meer. We hebben nu bijna 30 trainers. Ik ben veel meer op de achtergrond bezig. Dus ik was toen al ondernemer, maar ik voel me eigenlijk nu meer die businessvrouw. Maar goed, ik hou wel van trainen. Ik ben ook bezig met hoe ik eruit zie. En ik ben nu ook moeder. Dus dat is een beetje het voor mij persoonlijk, kijk, ik zeg wel dat mijn prioriteit is altijd natuurlijk gewoon mijn werk en mijn kids. Mm-hmm. Nou, eigenlijk moet het andersom, hè? Mijn kids en mijn werk. Ja, hoe belangrijk is het voor je? Kijk, ik zie dat niet als een businessmodel. Als je daarop doelt. Nee, maar je kan er ook mooi mee stoppen dan, bij wijze van spreken. Ja, maar ik vind het wel heel leuk om te delen. Kijk, ik denk wel dat... en zonder arrogant te klinken, maar ik denk wel dat het tof is om te laten zien dat alles kan. Dat ik het nu ook combineer. Ik heb een jaar geleden een tweeling gekregen. Maar 5 uur voordat mijn vliezen braken, stond ik mijn eerste club te openen. Weet je wel? Dus ik wil wel laten zien van waar wil is een weg. Mm. En
Ben je een rolmodel? Vind je dat, is ook een hele moeilijke discussie dit hoor. Moet je wel oppassen. Maar, want ik ontmoet bijna geen mannelijke ondernemers die zeg maar op hun Insta laten zien dat ze 2 kinderen hebben gekregen en hoe fantastisch dat is. Maar nee. Weet je wel? Dus, je kan er naar kijken dat ze zeggen van ja, fuck it, of ik nou een man of een vrouw ben, boeit niet, ben een ondernemer en weet je, gelijke monniken, gelijke kappen. Maar je kan ook zeggen, nee, fuck it, ik ben wel degelijk een rolmodel, want er moeten veel meer vrouwen opstaan en gewoon het ondernemerschap ambiëren. Hoe zit jij in die wedstrijd? Nou, ik denk wel dat we al wel een beetje die kant op gaan. Ik bedoel, we zijn natuurlijk wat dat betreft veel gelijkwaardiger. Als in, er zijn veel meer vrouwen die ondernemen en die hun eigen boontjes doppen. Ik denk alleen wel nu met kids dat er nog steeds van een vrouw toch eerder verwacht wordt dat ze ergens anders opoffert om er voor de kids te zijn. Hm. En ik vind dat zelf ook een heel moeilijk onderwerp hoor, want ik struggle daar zelf ook nog mee. Ik kan niet zeggen van, oh, ik heb dat helemaal onder controle. Want ik voel me eigenlijk heel vaak schuldig als ik aan het werk ben. Hm. Ik voel me heel vaak schuldig als ik aan het werk ben tegenover mijn kids. Laat ik zeggen, veel aan het werk ben. Mm-hmm. En andersom, als ik met mijn kids ben en er moeten eigenlijk dingen gebeuren die ik niet kan doen, voel ik me schuldig tegenover mijn bedrijf. En dat is gewoon een continue struggle eigenlijk. Ik heb echt een Excel-sheet voor een maand waar mijn kids zijn, wie ze ophaalt, wie ze brengt. En ik wil gewoon op zondag, ja, en dat is echt niet romantisch, maar ik wil op zondag gewoon de week doornemen van hoe gaan we dit fixen? Want anders gaat het niet. Dan kan ik nooit zo'n baan hebben en 2 kinderen. Hm. Jij bent ooit 60. Ja, hoop ik. Duurt nog even. Wat doe je dan? Visualiseer dat eens. Ik heb een huis in het buitenland, aan het strand. Hoe oud zijn mijn kinderen dan? Wow, dan zijn mijn kinderen net zo oud als ik nu. En zit je dan nog in de fitnesswereld? Ja, ik denk het wel. Maar ik vind het echt een hele lastige vraag. Ik kan wel gaan bedenken. Hm. Ik weet in ieder geval wat ik wil. Ik wil een huis aan het strand in het buitenland. Dat gaat er komen. Ik wil dat mijn kids heel gelukkig zijn. En ik wil gewoon echt financiële vrijheid in alle opzichten. Hm. Dat ik niet per se hoef te werken. Ja, precies. Maar goed, ik moet zeggen, ook al zou ik nu die optie hebben, ik zou precies hetzelfde doen. Ik vind het fantastisch wat ik doe. Mark, je dank voor je verhaal. Heel graag gedaan, dankjewel. Leuk dat je mijn gast was. Ja, en dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal hier op 7DTW van June Sier. En nou ja, als je met je billen aan de slag wil, is het Booty Club, hè? Aan de bak, zeg ik. Je zal mij dan niet zien. Dankjewel voor het kijken. En als je hebt geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Hoi. Thank you.